Mijn leeftijd. Nou, jullie hebben net ingeschreven. Wat gaat het worden? Ja, lekker duiken in het koude water. Ja, wat bezielt je om dat te doen? Want de temperatuur is toch wel laag, hoor. Ja, ik heb gezegd dat ik het één keer zou doen. Dus ja, dit is hem. En ik heb één iemand meegekregen, de rest is afgehaakt. Zijn jullie al eerder geweest in dit koude water? Nee, dat is de eerste keer. Dus ben je er niet een beetje bang voor? Nou, we gaan het gewoon doen. En net zei jij, nou maar één keer de laatste keer. Denk het wel, ja. Een heel speciaal groepje. Wat voor groepje is dit? Ja, een beetje konijnen met... Ik ben voorzitter. Ik ben de teamleider van de konijnen. Voorzitter van de team? Ja, van de konijnen. Van de konijnen? Ja. Nou, wat bezielt je om zo het water in te gaan? Goed begin van het jaar. En wij hebben erover gehaald. Ja. Wij hebben erover gehaald, terwijl eerst niet. Nee. Toen had je echt, doe gewoon, het is wel leuk. Vind je het echt een goed begin van het jaar? Ja, ik vind het echt superleuk. Ja, ik vind het gewoon echt gehaald. Ik wil dat het heel koud wordt. Ja, dat zal wel. Heb je het al eerder gedaan? Nee, nog nooit. Nee. De eerste keer? Ja, eerste keer. Spannend, ja. Allemaal. Wel, hè? Ja, beetje spannend. Nou, ik wens je veel plezier. Dank je wel. Dank je wel. Hoeken Sophie! Hoeken Sophie voor het goede doel. Meneer, u staat hier met die camera en moet betalen. En waarom ga je meedoen? Omdat ik het leuk vind en omdat mijn buurman me heeft gestimuleerd. Alleen het lijkt me wel heel koud. Hoe was het? Koud. Ja, dat is wel wel, hè. En wat is nou je eerste idee? Nou, geen idee. Nou, nog aankleden. Aankleden. Ja. Maar doe het nog een keer? Ja, zeker. Dat is het niet. Nou, kijk, wij waren erbij in 2011, hè. Kijk eens even. Ja. Oh, jij ook. Ja, hij ook. Ja. En nou kijken of wie de prijs heeft gewonnen. Hè? Wel, nee. Het gaat om de kaart. Het gaat om het meedoen, hè? Niet om, niet om de medailles. Ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Nummer 19. Meneer Mans. Had jij niet zo'n mooie vrouw? Dat was Heidi. Ja, was Heidi. Nou, verdiend! We hebben nog een keer even beraad gehad en we hebben alles een beetje afgewogen. En ik denk dat de mensen die de... echt behoorlijk voorbereid hebben, toch de twee heren zijn met de koek en zo. Yeah!